Het beste moet nog komen. Want ik kom, dus het beste moet nog komen. Foto nummer 1 graag. Het beste moet nog komen. Wie kent die foto? Blijkbaar is dat een logo van een televisieprogramma geweest. Maar het is het onderwerp van waarover ik jullie wil spreken. Het beste moet nog komen. Weet u, bij verjaardagen en bij speciale gelegenheden zeggen de mensen dan nogal eens: het beste moet nog komen, chef. Het beste moet nog komen, Louis. Terwijl dat toch te betwijfelen is, zoals het altijd zo is, want de mens wordt ouder, de mens krijgt moeilijkheden en we zijn zo'n beetje in de periode van Allerheilige, Allerzielen, 1 en 2 november. En uiteindelijk is het zo dat dit niet evident is, het beste moet nog komen. Want we gaan allemaal naar een punt dat we sterven. En net daarom heb ik vandaag een tekst uit de Bijbel genomen, een korte tekst, die ons hierover moet een beetje brainwashen. Die ons hierover een ander beeld gaat geven. En ik wil die tekst nu laten projecteren. Het is een tekst die geschreven is door Paulus de apostel. En hij zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Het is een tekst die in het evangelisch milieu, wij zijn een evangelische kerk, heel vaak terecht en te onrecht gebruikt en misbruikt wordt. Maar daar zit een betekenis achter. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En ik wil eventjes toelichten en dan gaan op ons leven toepassen. In dit alles, Paulus die schrijft deze tekst in zijn brief aan de Romeinen. En daar staan twee dingen in. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Er zijn twee dingen die mij daarin opvallen. In dit alles en meer dan overwinnaars. In dit alles, daar doelde Paulus op het feit dat de mensen die toen in Jezus en in God en in de Heilige Geest geloofden en in de Bijbel zoals die toen bestond, dat die het net zoals de mensen die niet gelovig waren of in iets anders geloofden, dat die veel moeilijkheden hadden in hun gewoon leven. En het punt dat Paulus hier wil maken, dat is om te zeggen tegen de gelovigen: vergis u niet, het is niet omdat je gelooft in God, in Jezus, in de Bijbel, dat je geen tegenslagen gaat hebben. Dat er geen miserie in dit leven is voor u. Maar, zegt hij, in dit alles, in al die tegenslagen die u overkomen, ik ga toch mijn vest uit doen. Die u overkomen, bent u meer dan overwinnaars. En het is zoals met veel zinnen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat we moeten opletten dat we dat niet uit zijn context halen en misbruiken. Bijvoorbeeld in een van Jezus' woorden, bekende woorden, is: jij zijt het zout ter aarde. En hij zegt dat tegen zijn discipelen, tegen degenen die in hem geloven. En hij bedoelt: jij zijt degene die zout geeft aan de wereld. Jij zijt degene die mensen kunt blij maken, die kostbaar zijt. Zout was kostbaar vroeger. Die het verschil maakt, die kostbaar zijt, die smaak geeft aan alles. Wel, Jezus zegt dat, dat is waar, maar dat is niet automatisch waar. Het punt is dat Jezus bedoelde, door uw levensstijl in gehoorzaamheid aan mij gaat gij het verschil maken. En dat is dus niet zomaar automatisch een waarheid. Maar wij moeten dat in de kracht en met de methode van God realiseren. En dan kunnen wij als gelovigen voor de rest van de wereld het verschil maken in positieve zin. En dat is geen overbodige luxe in deze tijd. En op dezelfde manier zegt Paulus, in dit alles, in al uw miserie als gelovigen, zet dat even aan de kant, zegt Paulus, want in dit alles, je moet niet aan de mensen vertellen, als je gaat geloven, dan is alles in orde, dan is alles direct in orde. Dat is niet waar. Maar in dit alles zijt gij meer dan een overwinnaar. En overwinnaars, in
in de ogen van de mensen, dat zijn de mensen die het maken. Mensen die schoon zijn, zoals ik. Mensen die rijk zijn, niet zoals ik. Maar mensen die mooi zijn, die rijk zijn, die het goed kunnen uitleggen, die veel vrienden hebben op Facebook, die een, een grote mond hebben en die andere mensen kunnen imponeren. Dat zijn de overwinnaars. Ja? Maar wij zijn meer dan overwinnaars. Want, ik weet niet dat u het weet of niet, maar al die grote sterren van, die we kennen uit de media, die moeten ook sterven. Die krijgen ook tegenslagen, die scheiden, die hebben ziektes. En als puntje bij paaltje komt, sterven die. En het punt is dat eigenlijk als gelovige jij meer dan een overwinnaar bent. Om twee redenen. De eerste reden is, degene die het bijbelse geloof heeft in Christus, die heeft eeuwig leven. En het punt is, ik kan dat vertellen, en als u dat zelf uitprobeert, dat geloof, dan gaat u met de tijd, en hoe dat werkt, zeg ik subiet aan het einde, dan gaat u die zekerheid krijgen in uw hart, dat u, als u gaat inslapen, dat is een gezellig onderwerp vandaag, hè? Dat als u inslaapt, dat uw geest, uw pneuma, want de mens bestaat uit drie delen, lichaam, ziel, uw verstand, uw wil en uw gevoel, en uw geest, dat is lucht, pneuma, een band. En als wij sterven, betekent dat dat onze geest uit ons lichaam gaat en daardoor is het gedaan. En die geest, die gaat ofwel naar het dodenrijk, de duisternis, ofwel naar de hemel. En wat wij voor hebben op de mensen die het hier allemaal goed hebben, dat is dat als wij moeten gaan, wij naar de hemel gaan. Maar er is nog een tweede punt en een tweede reden waarom wij meer zijn dan de happy few uit de wereld. En dat is omdat wij, die geloven, een bijzondere God hebben. En die God, die maakt het verschil. En daarover wil ik het een paar minuten hebben. Wij hebben een vrijgevige God. Degenen die uit een evangelische achtergrond komen, die weten dat men altijd zegt, God is genade. God is genade. God is liefde. Dat is waar. God is genadig. Wat wil eigenlijk het woord genade zeggen? Genade betekent een cadeau. En een cadeau, daar moet je niet voor betalen. En Jezus en God, die geeft. Dat is een genadig God. Die wil niet ons onheil. Die wil ons heil. Maar daar is een systeem voor. En dat is het geloof. Maar onze God, dat is een vrijgevige God. Die ons lief heeft. En ons graag wil, ik ga een religieus woord gebruiken, zegenen. Dat wil zeggen, hij wil ons zoveel mogelijk goede dingen geven. En hij heeft daar ook een reden voor. Ten eerste, omdat hij een goede God is, die ons onze voorspoed wil, niet ons onheil. En ten tweede, omdat hij ons wil gebruiken, dat is misschien een beetje een rare uitdrukking, hij wil ons gebruiken als uithangbord. God wil degenen die hem volgen, gebruiken als uithangbord. Niet om overal te gaan zeveren over de Bijbel en over dingen die de mensen niet verstaan, maar om het verschil te laten zijn door uw leven. Door uw leven. Dat is wat God wil. En Paulus noemt dat God ons wil zegenen, het goede wil hebben, en niet het slechte, omdat hij wil dat wij zijn, wij, iedereen die wil meegaan met dat verhaal van God, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat wil simpel zeggen dat de mensen, als ze u tegenkomen, als ze u zien, zeggen, amai, dat is toch wel bijzonder, hè? Hoe dat hij met zijn geloof, amai, dat zijn aangename mensen, dat zijn mensen die rechtdoor zijn, die praten wel over hun geloof, maar het is geloofwaardig. En weet je wat nu het probleem is? Dat is een volledig andere benadering van geloven dan wat wij kennen. En dan bedoel ik katholiek of islam of wat dan ook. De meeste mensen die geloven, zien God als een boeman. En zien geloven als
Wat mag ik, wat mag ik niet en wat moet ik? Maar zien God niet in termen van kansen die God aan u met uw kwaliteiten, met uw omstandigheden wil geven om van uw leven te maken. En dat is mijn boodschap. Ik wil jullie vertrouwd maken en op weg helpen met een God die totaal anders is dan het beeld dat wij vaak hebben. De boeman van moeten, mogen en niet mogen. Maar zo werkt dat niet. God werkt vanuit het geven van kansen. Wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt, zelfs als u een moord gedaan hebt, zelfs als u uw leven verknoeid hebt, is die God daar, die God van liefde, die zegt, kom eens hier, ik wil, hoe oud dat je ook zijt, wat dat je ook gedaan hebt, ik wil uw leven omkeren en ik wil met u iets doen dat je nooit had kunnen denken. En beste vrienden, u mag zijn wat u wil. En ik wil twee voorbeelden nemen en dan mijn conclusie maken. Maar onthoud dit. U kan meer dan de overwinnaars van deze wereld zijn. Door naar een God te gaan die een God is die met u speciale projecten voor uw leven wil doen om u bij de andere mensen die God niet kennen, wauw, een wauw-effect laten hebben. Die zeggen, maar die man, maar die gaat altijd naar die kerk en die gaat bidden. Maar kijk toch eens naar die vrouw, kijk eens naar die mensen. En in vele evangelische kringen werkt het andersom. En leven de mensen in een kramp van tot waar mag ik gaan van de Bijbel? Tot waar mag ik gaan? En mag dat? Moogt je alcohol drinken? Moogt je roken? Moogt je die? Moogt je dat? En moet ik dat? En moet ik daar ook naartoe gaan, naar die studieavond? Moet ik ook naar de dienst komen? Het is een totaal andere aanpak. De meeste evangelische christen leven in een kramp. Maar God wil ons uit de kramp halen en in vrijheid brengen met hem. Om iets uitzonderlijks te maken met en door en via uw leven. En dan mag u zijn wie u wil. Ik ga 3 foto's laten projecteren, komen er nog eens. Foto nummer, aan welk nummer zitten we? 2? Kijk, nu moet je goed opletten wat ik ga vragen. Wie kent deze man? Niet zeggen wie hem is. Hè. Ik vraag alleen, ik heb dat nog eens gedaan. En ik vroeg toen, wie kent deze man? En de helft van de zaal riep zijn naam. En Marco, weet het nog? Wie kent deze man? Oké, deze man heeft een mooie vrouw. Ik heb een mooier, maar goed. Zwart. Deze man heeft een prachtige vrouw. Die ziet er super gelukkig uit. Maar projecteert nu eens de volgende foto. Dat is dezelfde man. Ik ga daar naartoe. Dit is een mega grote zaal. En dit is dezelfde man. Die heeft geen benen, die heeft geen armen. Die heeft een speciale ziekte. Ik kan die naam niet uitspreken, maar die heeft een speciale ziekte. En dit is Nick Vujicic. Ik weet niet dat ik de klemtoon juist leg. Maar die man, die reist de wereld rond. Laat de volgende foto eens zien. Wie is dat? U mag het roepen nu. Oprah Winfrey. Die man, die zit bij Oprah Winfrey in de show. Ah! Ik zou daar ook willen zitten en met mijn vinger wijzen. Maar die man die staat daar, die zit daar of die hangt daar, die reist de wereld rond, die is wereldbekend. En zijn boodschap is, Jezus, God, verandert uw leven en maakt van uw leven het onmogelijke. En dat is mijn boodschap. En dat is mijn boodschap. En u hoeft geen achtergrond te hebben als gelovige. Dat is dikwijls nog een nadeel. Waarom? Omdat je dan mijn foute opinies ziet. Ik ben katholiek van huis uit. Maar de God van de Bijbel, de God van al wat leeft, die pakt u als jij mee wilt, die pakt u voor een verhaal dat in dit alles, want God heeft die zijn armen niet doen groeien of zijn benen, in dit alles, zoals hij is,
pakt God die man, die gaat daarmee een parcours van jaren, die zorgt dat hij een prachtige vrouw krijgt, die heeft ondertussen, jawel, ik weet wat dat er nu door de minds gaat gaan, die heeft 2 kinderen. Hoe doet hij het, hè? Straf, hè? Maar God kan alles. Hij heeft 2 kinderen ondertussen. Beste vrienden, God is een wonderlijke God. En ik ga een tweede voorbeeld nemen, en dat is mijn eigen voorbeeld. Ik weet dat er nu een aantal mensen zeggen, het zou willen lukken. Het moet weer om hem gaan. En wel, ik zal u zeggen waarom dat ik mijn eigen voorbeeld geef. Dat is heel simpel. Wat dat God in uw eigen leven doet, daar kun je het beste over klappen. En ik wil 1 foto van mij als ik 30 jaar was. Dat ben ik. Dat ben ik. Je moet die ogen eens goed bezien. Ik zal niet zeggen wat er allemaal aan de hand was. Dat was ik als ik 30 jaar was. En nu met een trouwfoto van 2 jaar geleden. De volgende foto van mij. Dat ben ik, 2 jaar geleden. Ik heb mij nu niet echt speciaal opgedoefd. Maar wat is de reden dat ik die 2 foto's projecteer? U ziet, ik ben daar 63. Ik ben bijna 65. Beste vrienden, dit is mijn trouwfoto. Maar vindt u niet dat ik er iets beter uitzie? Nu dan toen. En dat is alleen te wijten aan God. Aan God die in mijn leven gekomen is en van een loser een winnaar gemaakt heeft. En dit is zo fantastisch dat ik het u alleen kan aanbevelen om te doen wat ik ze bied in mijn conclusie ga zeggen. Om ook dan in uw omstandigheden, met uw problemen, met uw beperkingen, maar ook met uw gaven, in een succesverhaal terecht te komen. Niet in een religieus kerkverhaal, potverdikke. Er zijn zoveel gelovigen die het goed menen. En die geen meter vooruit komen, die vastzitten. En dat is een schuld van de kerken. Beste vrienden, God kan alles voor u, met u, door u en in u. En God heeft een plan. En waarom heb ik mijn eigen voorbeeld genomen? Omdat ik ondervonden heb hoe dat die God eigenlijk is. Hoe dat die God is. Ik was een ziek kind als ik klein was. Ik was ziek, ik was een loser. Alles ging tegen, niks lukte. En vandaag, ik ben 30 jaar predikant. Ik heb de beste job van de wereld. Ik ben ambtenaar, dus beter kunnen niet zijn. Ik ben copywriter geworden onlangs. Ik ga bijna op pensioen, maar God geeft mij de wensen van mijn hart. Want als er één ding is dat ik graag doe, dat is schrijven. En dat gaat mijn job worden. Schrijven, reclameteksten, teksten voor websites. Fantastisch. God geeft mij de meest fantastische vrouw na 30 jaar gewacht te hebben. Dat is toch wel iets. God heeft mij fysiek hersteld. En daar ga ik mee sluiten, maar ik wil eerst nog iets zeggen. Het is door zelf met die God op pad te gaan, dat je ontdekt dat God u de wensen van uw hart geeft. Onthoud het. Dat God zijn gedachten over u veel hoger zijn. Veel groter dan wat je zelf denkt. Dat zijn allemaal Bijbelse principes, Bijbelteksten. God kan veel meer doen, zegt Paulus, dan wat jij, luister goed, bidt of zelfs maar beseft over je eigen. Gods gedachten zijn veel groter dan de uwe over uzelf. God kan u, wanneer en waar dat je ook bent, pakken en uw lot totaal veranderen. U moet wel een beetje geduld hebben. Prediker, koning Salomo, die zegt in de Bijbel, het einde van een zaak is beter dan het begin ervan. En dat moet u weten. Ik heb het niet gemakkelijk gehad. Ik heb het nog niet gemakkelijk. Maar wat God voor mij doet, dat is mega. En er zijn nog mensen waar God zo mee handelt. En als u afvraagt, waarom niet met mij? Wel, dan moet u misschien een stapje verder gaan en vragen, heb ik de sleutel wel? Heb ik de sleutel wel? Tot het succes krijg ik misschien nu foto nummer 10. Want kijk hoe belangrijk dat het is
om de sleutel. Dat zijn twee dingen. En daarmee wil ik naar het einde gaan. Dat zijn twee dingen om in het succesverhaal met uw leven, met God te komen. Waarin het onmogelijke zal gebeuren, de wensen van uw hart nog meer zullen waarheid worden. Daar is één, een sleutel voor. En daar is twee, een systeem voor. En weten we wat dat is? Niemand van ons, niemand in de wereld, kan nog die sleutel, nog dat systeem veranderen. Dat ligt niet in onze macht. Dat ligt niet in onze macht. In niemand zijn macht. Eens je begrijpt hoe iets werkt, kan je het doen werken. Dus, als u de sleutel niet hebt, dan kan het niet werken voor u. Dan werkt het niet. Mag ik nu de tweede tekst nog eens? De tweede tekst hebben? Ik heb mijn tekst al lang achtergelaten hier. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dat hadden we in het begin al. Maar hier staat de volledige zin van Paulus. In hem die ons lief gehad heeft. En dat gaat over Jezus Christus. En ik ga dat niet het hele evangelie verkondigen. Dan moet u zelf gaan zoeken. En ik nodig u uit om met mensen van hier te praten. Want er zijn zoveel mensen die geloven in Jezus, maar niet de sleutel hebben. En nochtans is hij de sleutel tot het heil. En er zijn miljoenen en miljarden mensen misschien, katholicisme en protestantisme, die geloven in Jezus en die toch de sleutel niet hebben. Omdat ze niet begrijpen wat het specifieke is aan Jezus, dat jij moet kennen en toepassen. En dat is het eerste. Maar stel u voor, dus ik nodig u uit, ik daag u uit om uzelf op de proef te stellen. Om voor uzelf te evalueren, heb ik die sleutel, ben ik in een andere realiteit gekomen. Ons Marie sprak daar juist bij met heel mijn hart, dat als wij beginnen God te loven en te prijzen, dat is ook zo een heel religieuze uitdrukking, hè? Maar als wij beginnen te zingen naar God, dat er iets gebeurt in de atmosfeer. Wel, als u dat wil oppikken en als u dat wil in u krijgen, dan moet u de sleutel hebben en dan moet u checken of dat Jezus werkelijk in uw hart leeft. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het over de volgende stap hebben. En dat is, Paulus heeft gezegd, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Overwinnaars, dat is een term uit competitie. Dat wil zeggen, dat zijn losers en winnaars. Dus Paulus, je moet dat in zijn brieven maar zien, die sprak heel vaak over het geloof als een wedloop. En dat is het ook. Het is niet, ik pak dat vast en ik heb dat. Je pakt dat vast in Christus en je krijgt het. En dan begint het. En dan moet het samen met God vormgeven. Maar je moet dat niet alleen doen. Dat is juist het systeem. Maar Paulus gebruikte een term die te maken had met sport. Omdat de Romeinen, het was een brief aan de Romeinen, die waren heel erg gefixeerd op sport. Vechten, vuistvechten. Lopen. Gladiatoren. En dat is een stukje van mijn conclusie nu. Als u wil eeuwig leven hebben, als u wil dat uw leven vanaf vandaag een wending neemt, en ik zeg dat voor jong en oud, dan zal u moeten de sleutel hebben en volgens het systeem meegaan en dan zal u niet weten wat u overkomt. Jawel, want ik heb het u gezegd. Maar waarom spreek ik over die competitie? Omdat geloven met succes, dat is zoals een hardloper of een fietser. In de tijd van Paulus waren er geen fietsen, maar vandaag wel. Maar weet je wat je nodig hebt in de sport, in de fiets? Bijvoorbeeld, ik ben een fietser. Dat is mijn conclusie. Hè? Wat hebben we nodig om succes te hebben in de fietscompetitie? Dat is, je hebt een goede vlot nodig. Je hebt een goede ploeg nodig. Je moet de dingen doen volgens de regeltjes. En je moet de juiste spirit hebben. En dat zijn de drie succesregels. Als u de sleutel hebt, komt u in een nieuwe wereld terecht.
fantastische wereld, waarin het bovennatuurlijke reëel wordt. Maar om het te maken, moet u 3 regels volgen. En dat kan u dus niet veranderen. Als u begint te geloven, moet u zorgen dat u omringt en deel uitmaakt van een goede ploeg. En weet u wat dat die goede ploeg is? Een goede kerk. Waar dat ze niet zeveren over religie, maar waar dat ze de real thing kennen en kunnen. Je hebt een goede ploeg nodig. Daar is geen ene gelovige die succesvol is zoals God dat bedoeld heeft, zonder een goede kerk. Wij noemen dat gemeente, dat is een protestants woord. Dat is nummer 1. Ten tweede, u moet het doen volgens het boekje. U mag niet uw eigen invulling geven aan de dingen. God heeft een boek, de Bijbel, en daarin staan de regels. Maar je moet zorgen, als je dan toch een goede ploeg kiest, dat je een ploeg kiest die die regels eerlijk en serieus uitlegt. Ja? Maar u moet het doen volgens het boek, met de juiste ploeg en met de juiste spirit. En de juiste spirit, dat is de spirit van een gladiator. Een gladiator of een gladiator, ik weet het niet, die had maar 1 plan. En dat was het plan om te winnen. Daar was geen tweede optie. Er zijn gelovigen die en geloven en hun eigen wereldje in elkaar steken, buiten God om. Wel, dat is plezant, maar dat werkt niet. Dat werkt niet zoals God dat beloofd heeft. Het is alles of niks. Als u zegt, ik ga geloven, dan moet je daarmee alles wat dat je hebt, alles voorover hebben. En het zal u goed gaan. En dat was de tactiek van de gladiators. De gladiatoren die werden gekozen om tegen elkaar te vechten op dood en leven. En dus elke gladiator die prepareerde zichzelf, die bereidde zich voor, met maar 1 optie voor ogen, dat is overwinnen, leven. En dat moet onze ingesteld zijn. En dat is het eigenlijk. Ik wil alleen nog 1 ding zeggen. Ik heb in die 30 jaar zoveel aan God te danken. Ik heb zoveel aan God te danken. In dit alles, hè. Want ik ben geen populaire predikant. Ik weet niet waarom, ik weet al wel. Maar als je harde dingen zegt, dan krijg je veel vijanden. Maar het is belangrijk dat God uw vriend is. En niet de mensen uiteindelijk. Maar weet je wat? Ik heb zoveel te danken in mijn sociaal leven, mijn financieel leven, mijn relationeel leven met mijn vrouw Brenda. Met alles, in mijn gezondheid. Dit is zo onwezenlijk. En ik wil iets doen als een volgende uitdaging met God. Om mensen te verbazen. Want dat is de bedoeling van God. Een leven leiden dat mensen gaan zeggen, amai. En God is een uitdager. Hij zal u uitdagen in uw leven. Een God die u niet uitdaagt, dan zij de fout. En de volgende uitdaging die ik ga aannemen, en dat is een uitdaging dat misschien alleen voor mij geldt, in mijn context, maar God zal voor u andere uitdagingen hebben. Wel, wat ik ga doen uit dankbaarheid aan God. 3 laatste foto's. Het is gedaan, zo mocht je een schrikken, ik ga je nieuw verhaal beginnen. Dat is mijn vrouw en ik. Wij zitten in Oostenrijk op 2000 meter. Mijn vrouw heeft mij mee naar boven genomen. Allee, niet verkeerd. The only way is up. The only way is up. Kent je dat? Maar dat is de slogan die bij God waar is. Daar is geen weg naar beneden. The only way is up. En als je naar beneden gaat, kies een andere God. Kies een andere kerk. Want the only way is up in dit alles. Je kunt ziek zijn. Je kunt tegenslagen hebben. Maar uiteindelijk, hoe zijt je meer dan een overwinnaar? En mijn God heeft, had ik dat geweten, had ik nooit met haar een relatie aangegaan. Ik ben geen sportman. Maar ik moest voor mijn werk bij haar zijn. En ik dacht, dit is ze. 7 jaar geleden, dit is ze. En ik doe mijn werk. Een jaar later moest ik terug bij haar zijn voor mijn job. En ik had tegen God gezegd, echt waar. Normaal neem ik 1 uur tijd per klant. Ik had 2 uren
uitgetrokken. Ik wist, vandaag is het alles of niks. En ik zei tegen God, ik moet met die vrouw praten. Ik moet met die vrouw praten, ik heb dat gedaan. Maar één ding wist ik niet. Allee, veel dingen dat ik niet wist. Maar dat was één ding dat ik niet wist en dat gelukkig was. Of ik had het opgegeven. En dat was, ik wist niet dat ze een sportvrouw was. Dat zou nu het laatste zijn waar ik van nature uit zou naar gaan zoeken. Dat was een sportvrouw. Maar God had dat zo goed verstopt, dat ik er niet meer van tussen kon. Maar weet je wat? God kan zoveel meer doen dan wij bidden en beseffen. Op die leeftijd, ik was rond de 58, ik had een leven geleid, 30 jaar, voor God, als predikant. Geen fysieke inspanningen, niks. Ik ging 150 meter te voet en ik kon niet meer ademen. En God heeft... Ik wist dat God mij ooit fysiek ging herstellen. Ik wist dat. Maar ik wist niet dat God... En dat moet je onthouden. God gebruikt andere mensen om het plan met uw leven te realiseren. Onthoud dat alstublieft. Vandaar ook dat je een goed team moet hebben. Maar God heeft haar gebruikt om mij stilletjes aan terug mens te maken. En mijn uitdaging uit dankbaarheid is de volgende. Mijn vrouw heeft mij mee naar boven genomen, vanuit de diepte, fysiek. De volgende foto. Dit ben ik ook in Oostenrijk. Ik zag het niet goed meer zitten. Het was bijna op 2000 meter. En dat kwam een stuk van 17% nog. Dus ik zag het niet meer zitten. We zijn dat te voet moeten opgaan. Dus ik zeg dat eerlijk. Maar ik ben God zo dankbaar. En ik wil heel de wereld laten zien wat God voor mij gedaan heeft. En dit is de uitdaging. De uitdaging is dat ik samen met degene die willen, en dat is zeker mijn vrouw, volgend jaar iets ga doen dat voor mij onwezenlijk is. Volgende foto. Wie is dat? De Mont Ventoux. Ik wil de Mont Ventoux opgaan. Met de fiets. Met mijn vrouw. Uit dankbaarheid aan God. Om te laten zien dat met God alle dingen mogelijk zijn. En dat wou ik u zeggen. Met God zijn alle dingen mogelijk. Ik wens u God zegen.